de scheidsrechters gevuld. Best dit dan mijn halfvoeten tossen. De vijand stond nidig, de vijand kijkt redelijk stuk. En voel je de drang voor nog zeer je water te lossen. Je moet het niet opoen om ons zeer bij de naast te hebben. De scheidsrechters gevuld, de match is bekend begonnen. Me pak een position, me span al onze spieren. De vrouwmeisjes schelven, ze schruwen al dat ze kunnen. En de technische staf is ook alweer een dag die hantieren. Voor het met die bollen, yeah, yeah. Het naar die hollen, yeah, yeah. Schoren tegen schoren, winnen ieder duel, wel. Voor het met die bollen, yeah, yeah. Up naar die hollen, yeah, yeah. En ook de supporters zien altijd trouwe kapel. Supporters zijn belangrijk voor elke club. Het afgelopen seizoen waren jullie fantastisch. En dat is ook de spelers van KSV Roeselare niet ontgaan. Wij haalden er enkele voor de microfoon. De aftrap wordt gegeven door Christophe Lauwers. Eerst en vooral wil ik jullie in naam van de volledige spelersgroep bedanken voor de geweldige steun dit seizoen. Jullie zijn het hele jaar door enorm positief geweest en die steun is voor ons van onschatbare waarde geweest. Voor mij persoonlijk is het een grote eer geweest hier te kunnen spelen in de hel van Schiervelde. Hartelijk dank voor alles en hopelijk kom ik hier nog vaak terug. Over naar het nummer 1 bij KSV Roeselare, doelman Jurgen Sierens. Het is schitterend geweest. Om te beginnen is er al een onverhoopt hoog aantal abonnementen verkocht en bovendien is er hier het hele jaar door een enorme sfeer geweest. Jullie zijn geen seconde negatief geweest tegenover de ploeg, ook niet in periodes of momenten dat het wat minder goed ging. Ik hoop dat jullie volgend jaar allemaal terug aanwezig zullen zijn in de hel van Schiervelde. James Lahousse is de volgende in de rij. Het was fantastisch om dit seizoen voor zo'n supporters te mogen spelen. Jullie hebben er een ware hel van gemaakt voor onze tegenstanders en een droom voor iedere speler van KSV Roeselare. De Mexican Wave die een paar keer door ons stadion rond is gegaan, was gewoon ronduit super. Bedankt supporters. Maxime Anijs was bereid om mee te werken. May I have your attention, please? Ik zou alle supporters willen bedanken voor de steun die ze elke wedstrijd geven. Het is altijd een positief punt te weten dat de supporters achter je staan. Jullie waren super in elke wedstrijd. Het behoud is niet alleen verzekerd door ons, maar ook dankzij jullie bijdrage. Vorig jaar waren jullie ook al een grote steun, zeker in eindronde. Maar dit seizoen was het elke thuiswedstrijd een plezier om te voetballen. Hopelijk blijven jullie ons steunen. May I have your attention, please? I see him where it comes. Sexy body girl from New York, hear me now. Sexy body girl from Jumwan, hear me now. Sexy body girl from around the world, hear me now. Girl, if you're sexy, where am I? Give me a tonka. Sexy body girl from Boya, hear me now. Sexy body girl from Jumwan, hear me now. Sexy body girl from London, hear me now. Girl, if you're sexy, where am I? Give me a tonka. Well, London girls, you live all the time. Boekie bezorgde ons een dankwoord, want zelf inlezen kon niet, omdat hij voor het ogenblik in Chili vertoeft met de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland. Hartelijk dank voor de goede support die jullie ons brachten dit jaar. Jullie waren onze 12e man. De steun die jullie ons gegeven hebben, was van onschatbare waarde. Keep up the good work. Thank you very much. God of nations. In the bonds of love.
Supporters, afspraak voor de start van het seizoen 2006-2007, eind juli. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood.